Zo, welkom terug allemaal. Vandaag een nieuwe video in de reeks materiaal met een verhaal. En dit keer bespreken we de Nikon L35 AF. Dus hier heb je een type aanduiding L35 AF. De 35 staat voor het type lens. Dus een 35mm lens. Met een maximale opening van 2.8. En de AF staat voor de autofocus, dus dat is een camera het is een analoge camera, dus het werkt met een film. en Het is een compact camera die volledig geautomatiseerd is. Dus dat betekent als je de camera inschakelt, dan kun je de ontspanner half indrukken, en dan wordt er een automatische belichting gemaakt en automatisch scherp gesteld. En verder kan je nog af afdrukken. Voor de rest zal er in die nodig zal de flits tevoorschijn komen. Maar voordat we de verschillende features van deze camera bespreken, heel snel hoe ik tot deze camera tot de aankoop van deze camera gekomen ben. Als ik jong was, had mijn vader een Nikon L35F, maar dan de waterdichte variant. Dus je hebt deze variant als een standaard. Maar je hebt ook een waterdichte variant. En die heeft dan eigenlijk heel dezelfde interne structuur. Alleen zit daar een, een grotere rubberen behuizing rond. En zijn overal dichtingen voorzien. Zodat die ook onder water gebruikt kan worden. Dus niet alleen spaswaterdicht, maar ook echt onder water. En ik wist dat hij zijn camera niet meer had. Dus wou ik voor zijn verjaardag dat type camera kopen. Tweede hand. En dan had ik op eBay dit type, vond ik hier en daar wel. Maar de waterdichte variant bleek moeilijk te vinden. Dus ik had deze al aangekocht. Gelukkig, op het laatste moment, heb ik ook nog wel de waterdichte variant kunnen vinden. Dus heb ik deze voor mezelf gehouden. En de waterdichte aan mijn vader cadeau gedaan. Wat de features betreft, laat ons eerst de nadelen bespreken. En dan kunnen we afronden met de voordelen. Er zijn zeker heel veel voordelen aan de camera ook. Maar de nadelen zijn eigenlijk het feit dat het een... Automatische camera is, camera is dus alles, gebeurt automatisch. Maar je kan ook niks manueel instellen. Er is maar één instelling, één instelling die je manueel kunt doen, en dat is de ISO-waarde die je hier ziet. Die kun je aan de hand van dit instelwiel gaan wijzigen. Dus je kan in feite een film laden en een andere ISO-waarde instellen om die te pushen. Maar het nadeel is al meteen dat dat maximaal tot ISO-400 gaat. En de minimale ISO-waarde is ISO-25. Zo ook bijvoorbeeld de flits. Als je een belichting maakt en er is niet genoeg licht, ik geloof dat de lichtmeter hier onderaan in de lens zit, als ik dit even afdek, dan zie je dat de flits meteen tevoorschijn komt. Hij kan die flits wel naar beneden duwen, zoals het hier genoteerd staat, om hem uit te schakelen, maar van zodra hij opnieuw een belichting maakt, is hij daar meteen weer. Hij kan zelf geen foto maken zonder dat de flits geladen is. Dit geeft aan dat de flits geladen is als ik een foto maak. Dan kan ik pas opnieuw afdrukken als die flits opnieuw geladen is. Dus er is geen manier om die flits te omzeilen. En zo zijn er ook geen opties om een manuele belichting in te stellen. Laat staan een manuele focus of andere manuele instellingen. Nog een nadeel is: er is hier een statiefaansluiting. Maar als je hier een plaatje over zet als uh, snelle koppeling voor je statief, dan zal dat over die twee knoppen komen te staan. Dus dan kun je die knoppen niet meer gebruiken. Dit zijn de knoppen voor het terugspoelen van de film. Dus dat betekent dat je geen film kunt laden zonder dat de statiefkoppeling verwijderd Maar dan de vele voordelen. En het mooiste voordeel van deze camera is eigenlijk de lens: het is een 35 mm lens, opening 2,8. Wat een vrij lichtsterke lens, maar het is ook een heel scherpe lens. En er zijn heel communities rond deze camera, juist omwille van die scherpe lens. Dus je krijgt mooie foto's. Verder heeft die lens ook hier een filterdraad, wat vrij uniek is voor een compact camera. Dus dat betekent dat je filters kunt plaatsen, zoals hier, dit is nu een UV-filter. Je kan dus ook creatieve filters plaatsen of ND-filters, polarisatiefilters, noem maar op. Je kan filters plaatsen. Nog een voordeel is dat er gewone AA-batterijen in de camera zitten. Dus hier is het batterijcompartiment. En dan zie je dan daar gewone AA-batterijen in gaan. Dus als je zonder batterij in zit, dan kan je heel gemakkelijk overal ter wereld batterijen vinden om die te vervangen. Het feit dat er wel degelijk een statief aansluiting is, is ook een voordeel. En dan eigenlijk voor mijzelf persoonlijk een van de grootste voordelen van deze camera, los van de goede lens natuurlijk, is de manier waarop de film wordt teruggespoeld. Dus ik zit nu aan frame 5 en als ik de camera inschakel en mijn film terugspoel, dus dat gebeurt met die knoppencombinatie... Dus eerst deze schuif verzetten en dan die knop induwen. En dan zou je, als het goed is, de film moeten horen terugspoelen. Ja. En als die teruggespoeld is, en dat is ook uniek aan deze camera, dan zie je. Ik zal de film er meteen uithalen. dat het lipje niet verdwenen is in de filmcassette. Dus ik kan deze film eigenlijk direct terug in de camera plaatsen om verder te belichten. En waarom is dat handig? Vroeger waren uw films, dus uw ISO-waarde hangt vast aan uw film. Je kan die film wel pushen of, of poelen. je kan dat wel aanpassen, op een andere ISO-waarde gaan belichten. Maar je moet uw volledige film op dezelfde ISO-waarde belichten. Dus als je een andere ISO-waarde wilt gebruiken, kun je er niet omheen dat je eigenlijk een andere film moet laden. En als je dan uw film niet volledig gaat schot te je dus eigenlijk gewoon terugspoelen. Bij andere camera's kun je dan met een toeltje dat lipje er aan uitvissen. Bij deze camera wordt die Film zo teruggespoeld en dan kan je die eigenlijk direct terug gaan plaatsen. De lip ver genoeg tot aan de rode markering. Hier moet je in die tandjes van transport. Deurtje dicht, foto maken en de film wordt gespoeld en geladen tot op het eerste frame. En nu is de kwestie van tot aan het vijfde frame. Om belicht, foto's te maken, dus met de lens afgedekt, en ik kan terug deze film belichten. Zo dat was het. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende!